En dan zien we hier opeens een nieuwtje van Kaplan die teleurgesteld is dat zijn transfers zijn afgeketst. Heerenveen met een kans, pas weer met de redding. Oké, wat... Oh, nee! What up kijkers, tof dat jullie weer bij zijn en kijken naar een gloednieuwe video van de FC 25 Ajax Career Mode. Het is weer tijd om door te gaan waar we gebleven waren. En op de kalender zien we een aankomend maandje met daarin Fortuna Sittard, PEC Zwolle, Karabach, Groningen en Heerenveen. Ja, prima potjes, niet de meest spectaculaire tegenstanders. Ben ook nog niet helemaal uit welke ik ga spelen. En simmen komen we vanzelf achter. Maar ik wou nog even terugkomen op het feit dat de pers terug is. Dat blijft ook zo. In de vorige aflevering heb ik alleen niet heel veel reacties met vragen gezien. Misschien moet ik het gewoon altijd even aanhalen aan het begin. Maar iedere aflevering mogen jullie gewoon je persvragen droppen in de reacties. En dan zal ik ze altijd meenemen naar toekomstige opnames. Het zal misschien altijd jouw vraag in de volgende zijn of wat dan ook. Maar ik kijk ook wel eens 2 afleveringen terug. Ik mix het een beetje, maar ik neem altijd vragen mee in de opnames. Dus zorg dat jullie altijd persvragen achterlaten. En zorg dat je altijd een duimpje omhoog achterlaat. Dat zou mij ook wat meer kunnen motiveren. Dat motiveert sowieso, daar niet van. Want in vergelijking met vroeger zijn de cijfers allemaal gedropt. En dan probeer ik een beetje te herbouwen. Maar ja, voor persvragen heb ik jullie hulp gewoon nodig. Dus drop die in de reacties. Goed, voor nu heb ik daarover wel even genoeg geluld. Gaan we gauw verder simuleren. En gaan we lekker door met deze carrière. En dan zien we hier opeens een nieuwtje van Kaplan. Die teleurgesteld is dat zijn transfers zijn afgekomen. Hij had natuurlijk aanbiedingen in de afgelopen transferperiode van Dortmund en Barcelona. 2 gigantische clubs. En ja, hij baalt er zo te zien van dat hij niet is getransfereerd. Hij had graag de stap blijkbaar willen maken. Hopelijk gaat het geen grote gevolgen voor ons hebben. En hopelijk blijft hij zijn best voor ons doen. En dan al wedstrijddag tegen Fortuna Sittard. Ze staan 17e en op basis daarvan ga ik deze wedstrijd simuleren. Wij staan 3e, maar ik ben van mening dat we Fortuna wel gewoon moeten kunnen pakken. We gaan wel wat dingen aanpassen in onze opstelling. Rugani is wat vermoeid, dus dit vind ik dan de ideale mogelijkheid om Kaplan wat speeltijd daar te geven. TT eraf voor Rensch. Eriksen, die krijgt ook bijna nooit rust, dus we starten Sanchez een keer. En daar laat ik het bij. Ik wil ook weer niet te veel veranderen in de basis. Hiermee gaan we dus simuleren. En het is een 1-2 overwinning. Het is niet ruim. Het is dus wel met moeite gegaan. We zien Mansveld met een goal en Rensch met een goal. Verdedigende spelers die het voor ons moeten doen in de aanval. Bijzonder. Na die wedstrijd komt opeens Finland met een aanbieding als bondscoach voor het nationale elftal. Ik denk dat ik voorlopig nog langer geen bondscoach word. Misschien ga ik dat wel nooit doen. Het is nooit echt mijn ding geweest. Nou, en dan zijn we alweer aangekomen bij de volgende wedstrijd. Thuis tegen PEC Zwolle. Ook deze ga ik simuleren. Ik heb al besloten dat ik de Europa League wedstrijd en die tegen Heerenveen gaan spelen. En dan hebben we ook nog Groningen staan in deze maand. Maar dat is een beker. Dus die bewaar ik voor de volgende aflevering. Weten jullie dat alvast? Voor nu dus simuleren tegen PEC. Maar natuurlijk eerst weer ons teampje klaarmaken. Ik hoef niet heel veel aan te passen. Qua fitheid is het alleen Berghuis die ik rust ga geven in plaats van Traoré. En ik wil natuurlijk ook wel even een paar spelers rust gaan geven in verband met die wedstrijd voor de Europa League. Ik ga wat dat betreft een keertje starten met Mansveld in plaats van Henderson. Gewoon omdat het kan, krijgt die man ook een keer speeltijd. En ik zet Rensch op de plek van TT. En in plaats van met Taylor ga ik een keertje starten met Fitz Jim. Die man speel ik ook veel te weinig eigenlijk. Hiermee ga ik het doen. Hiermee ga ik spelen. Hiermee ga ik het doen. Hiermee gaan we simuleren. Ik ga het niet per se zelf doen. Maar hiermee gaan we simuleren tegen PEC. Eens kijken wat eruit gaat komen. Oh, 0-2 verlies. Dit meen je niet. Vente scoort 2 keer voor PEC. En wij hebben geen 1 keer weten af te ronden. Dat is echt een hele zure. En er komt ook nog eens Erik Sanchez bij ons aan. Na die wedstrijd met een bericht. Coach, als je me niet vaker selecteert, overweeg ik hier weg te gaan. Nou, we pikten hem natuurlijk gratis op om gewoon een gat te vullen. Maar als die weggaat, gaan we sowieso verdienen. Want hij heeft op zich nog wel waarde. We gaan hem nog wel een beetje proberen tevreden te houden. We zijn gewoon op beslissende momenten rekenen we op jou, vriend. Want ja, ik wil toch wel proberen te bouwen tot eind dit seizoen. Maar bij het eerste eigenlijk goede bot mag die van mij ook wel weg. En dan kopen we er iemand anders voor terug. Nou, na die verloren wedstrijd tegen PEC moeten we ons gaan herpakken in de Europa League. Waar we op dit moment 9e staan.
Karabach staat 14e. Gaan we nou eens kijken waar we mee kunnen gaan aantreden. Sulemana gaat op de linksbuiten. Berghuis, waarom... Berghuis, ik zweer het je, ik krijg die man niet 100% fit, als het ware, qua stamina. Hij is altijd wel een beetje weg. En daardoor wisselt hij veel met Traoré, die daardoor eigenlijk in hetzelfde probleem zit. Op iedere positie gaat het eigenlijk wel goed en weet ik of de basisman of de backup wel fit te houden. Maar de Berghuis en Traoré zijn een beetje een probleem daar qua fitheid. In de spits wisselen Brobby met Weghorst op linksback. Ik wil eigenlijk Hato wel laten staan, maar ja, dat laat ik ook wel staan. Ik weet al hoe ik dat anders ga doen. Eigenlijk laat ik de verdediging en de keeper ook wel zoals het is. Ik ga nog wel trouwens Taylor eraf halen voor Brankertje van de Bomen. Europees komen we toch net wat even met meer ervaring aanzetten. En Raf van den Berg gaat er op de bank af voor Kaplan. Die kan ik eventueel wisselen voor of Rugani of Hato. Het zal waarschijnlijk Hato gaan worden tijdens de wedstrijd in verband met vermoeidheid. Maar dat is in ieder geval een prima speler voor op de bank wat dat betreft. En dit is het team waarmee ik zal gaan spelen in de volgende Europa League wedstrijd. Als jullie er zin in hebben, klik dan vast op dat duimpje omhoog. Ik zal het in ieder geval zeer waarderen. En dan hoop ik gaan we 3 punten pakken. Laten we naar de aftrap gaan. In de Belgische competitie zijn er enorm veel opkomende talenten. Ben je bereid om met de Zuiderburen te onderhandelen voor talenten te contracteren in januari? Als die talenten binnen ons plaatje vallen en versterkingen kunnen zijn op posities waar nodig, dan kunnen we zeker met de desbetreffende clubs gaan praten. Of het daadwerkelijk tot onderhandelen zal komen, ja, dat zal de toekomst weten. Maar we zullen er altijd voor openstaan als het versterking kunnen zijn. Er gaan geruchten dat Berghuis terug wil naar Feyenoord, is dat waar? Ik zelf heb persoonlijk Berghuis daar niet over gehoord. Ik denk dat hij mij dat wel had verteld. En persoonlijk denk ik ook dat het gewoon niet echt meer mogelijk is. Gezien de situatie die toen is ontstaan, Berghuis die naar ons kwam. De aanhang daar zal hem denk ik ook niet meer echt met open armen ontvangen. Gezien de rivaliteit tussen de clubs. Dus ik denk dat je dat gerucht met een korreltje zout kan gaan nemen. Berghuis die blijft voorlopig gewoon nog lekker bij ons. En wie weet dat hij ooit nog een stap maakt naar het buitenland. Dat heeft hij nog altijd wel gewild. Alleen er speelt gewoon op het moment nog niks. En zeker geen terugkeer naar Feyenoord. Na die sterke eerste Europa League wedstrijd tegen Besiktas, hoe kijkt u dan naar de rest van de Europa League? Het was een sterk begin en we hopen die vorm tegen Besiktas vaker vast te kunnen pakken en mee te nemen in andere Europese wedstrijden. En op die manier natuurlijk ver te gaan komen in het toernooi. We zien de Europa League als een uitdaging. Die gaan we met volle moed gaan we die aan. En zoals ik al zei, we hopen ver te gaan komen in ieder geval. We kijken met enthousiasme naar de rest van het toernooi. En we willen in ieder geval zoveel mogelijk goede en positieve resultaten neerzetten. En punten, coëfficiëntiepunten pakken voor Nederland. Om meer teams in de Champions League uiteindelijk te krijgen. Wij moeten het nu doen in de Europa League. Misschien is dat een voordeel. Dan is de tegenstand iets lichter. Maar we zitten in een soort, herbouw. Proces van Ajax. Dus we kijken het van wedstrijd tot wedstrijd. Maar we willen in ieder geval wel hoog ogen gaan gooien in Europa. Here we go. We spelen uit. Karabach heeft afgetrapt. We zijn begonnen. Ik krijg de bal er maar niet. Oh, en dan is Karabach hier vertrokken. Sulemana sprint hem even achteraan. Ga helpen verdedigen, vriend. Sprint zo hard dat hij er langsheen chased. Schot hier in de handen van Pasveer. Hier is Sulemana. Hato is mee. Kunnen we dat balletje klaarleggen voor Weghorst? Het is niet echt de beste voorzet. We bouwen hier wel balbezit. Eriksen. Van de Bomen. Henderson. Heeft ruimte. Haal maar uit, jongen. Niet slecht. Uh-oh. Hier komt Karabach. En Pasveertje. Goed zo, jongen. Eriksen aan de bal. Wordt een beetje van achter bejaagd. Paas naar Weghorst. Ik zeg je eerlijk, ik wou eigenlijk naar Sulemana. Die leek een betere run te hebben. Beetje zonde, want dat heeft nu echt compleet mijn tempo hieruit gehaald. Dan Eriksen hier geplaatst. Schot naast het doel. Uh-oh, geen goede bal van Soetalo daar. Terwijl dan hier Karabach kan vertrekken. Oh, ik zit mis met mijn ingreep. Schot gaat naast. Ontsnappen we aan een tegendoelpunt. Nou, hier is Eriksen. Daar gaat de Sulemana. Kunnen we die bereiken? Ah, buitenspel. Zijkant bij mij ligt open. Karabach op een soort counter. Rugani. Oh, dat was niet goed verdedigd. En dan is het rust. We gaan rusten met 0-0.
Ja, niks gebeurt dus eigenlijk. Geen doelpunten, geen vrije trap, korreltje hier en daar waar niks uitkwam. Moet beter, de tweede helft. Oké, Berghuis. Ik zie daar iemand weer niet waar ik naartoe wou. Wat heeft deze game soms, joh? We hebben in ieder geval nog bal. Voorzetje. Weghorst. Komt er niet bij en... Buitenspel. Iets. Overtreding? Waarvan? Nou, ik maak twee wissels. Hato is vermoeid. Kaplan komt er voor hem op. En ik zet Taylor erop voor Van der Bomen. Jongen. Ik krijg die bal maar niet aan de voeten. Ik maak 80 tackles. En ze blijft behouden. Oké. Dan spelen ze hem opeens gewoon maar zelf in mijn voeten. Dankjewel. Hoe vaker klagen? Dan geven ze hem gewoon. Sulemana hier nu. Die gozer, die heeft me ook een draaicirkel, jongen. Kom op, pak die bal. Goed. Naar voren. Berghuis hier. Je gaat er zo af, want je bent moe. En je levert die bal ook wel heel makkelijk in. Oké, dat is een overtreding. Maar het moest maar, anders was de man vertrokken. Weghorst en Berghuis gaan eraf voor Brobbey en Traoré. Vrije trap nu hier. In deze moeizame wedstrijd tegen Karabach. Wat de fuck is dit voor vrije trap? Oh, als Traoré die bal daar kan overnemen, waren we weg. Mak een keer de juiste man. Dankjewel. Oh my lord, jongens. We gaan toch niet verliezen van Karabach. Daar is een schot. Pasveer met de redding. Voor de hoekschop maken we een wissel. Eriksen gaat eraf voor Sanchez. Oh, hier is de hoekschop. Kopt het weg. Niet goed weggekopt en is het naast. Oh, dit is goed. Nee, wat is dat voor klote bal? Dan moet je hem één keer strak in de man aangeven en niet in de loop. En dan... Oh, dat was een gegarandeerde goal. Als die bal gewoon even in de voetjes werd gespeeld, rechtstreeks in één keer. Maar wat doet Traoré? Probeert hem in de loop en speelt vervolgens rechtstreeks de verdediger in de voeten. Zo spelen we gelijk met 0-0. Super zonde. Ik baal van die laatste paas. Het was gewoon, het had geen diepe bal moeten wezen. Jammer. Over het algemeen hebben we gewoon slecht gespeeld deze wedstrijd. Dus is de stand misschien wel terecht. Ik speel de laatste tijd niet zo best, hè? Op naar de volgende. En hopelijk winnen we die wel. Nou, van de ene stroeve wedstrijd misschien wel door naar de volgende. Heerenveen op het programma. Wij staan vierde, hun tiende. Dus op papier zijn denken, moet wat te halen zijn. Maar dat dacht ik ook tegen Karabach. En we hebben gezien hoe dat ging. Ook in de opstelling zal ik wat moeten sleutelen voor de wedstrijd tegen Heerenveen. Ik haal Berghuis eraf voor Traoré. Nog steeds beide niet fit. Ook al is hun trainingsplan onderhand op conditie. Dus ik krijg ze maar niet voluit fit. Het is echt irritant aan het worden met die twee. Hato halen we nog even af voor Baas. Rugani voor... Ja, Kaplan is toch wel iets fitter. En dan... Zoetalo laten staan, denk ik maar. TT ook voor nu even. En eigenlijk ga ik niks anders meer veranderen als dit. Hiermee gaan we het gewoon doen tegen Heerenveen. We gaan gewoon direct door van de ene wedstrijd naar de andere. Want ja, het programma is ook dicht op elkaar. Dus dan zit er niet veel tijd tussen dat er iets kan gebeuren. Hopelijk kunnen we beter resultaat pakken. Want dat is wel nodig. We kunnen de puntjes goed gebruiken. Laten we naar de aftrap gaan. Nou, wij mogen de aftrap gaan nemen tegen Heerenveen. En ik denk dat we eigenlijk de shirtjes hadden moeten aanpassen. Dit is blauw tegen blauw een beetje. Ja, we hebben blauw-wit. Maar het lijkt een beetje op elkaar. Ik zie Traoré gaan. Ga maar naar binnen, ik wou zeggen. Haal uit. Oh! En dan hebben wij als eerste de kans gehad. Meteen een vroege hoekschop. Staat Hendersontje klaar. Kom op. Waarom schreeuwde ik om de doelman? Oh! Nee, van de lijn gehaald. Ik weet niet wie het was dat, maar zaten we toch dichtbij. Daar eroverheen. Is niet slecht. Gods. Volley. Oh, TT mis. Heerenveen vertrokken. Soetalo, ga die vleugel maar op. Ga helpen. Dan wordt er naar binnen gepaast. Dat kon heel gevaarlijk worden. Gevaar is voor nu geweken. Alright. Tik hem maar naar Brobbey. Brobbey, soms moet je die bal ook gewoon komen halen. Dit was het paas met de jongens. Wat is er met de passing aan de hand soms in deze game? Voorzetje. Ja, Traoré. Zie ik ook niet echt als een kopper. Nou, dan komt hier Heerenveen. TT zit daar in ieder geval tussen. Blokkeert de paas. Kopt dit weg. Ja.
werkt het... Jongen. Mijn team kan geen paas maken van 5 meter. Heerenveen met een kans. Pas weer met de redding. Oké. Okay. Wat... Oh! Nee! Dit is wel een ultiem pechscenariootje. Wat... Zo, coach gaat ook los daar. Maar... Oh... Even, dit wil ik gewoon zien in de herhaling. Ah, we blokken het schot. Hebben het geluk dat hij maar nog op de paal belandt. Maar, ja, dat is onhoudbaar meer voor Pasveer. We staan achter tegen Heerenveen. Nou, we gaan rusten met een achterstand. Oh, wat was dat tegen Hulbert Kloten? Ook de manier waarop. Dat is toch wel echt... Even een mentale tegenslag in deze pot. Kan het niet anders van maken. Jezus, hoeveel pech hadden we met hoe dat viel. 1-0 voor Heerenveen bij rust. En wij gaan het weer beter moeten doen in de tweede helft. Zo iedere wedstrijd het geval de laatste tijd. Alright, dit is een countermogelijkheid. Brobby, gods. Veel te ver naar buiten weer. Gods heeft nog wel balbezit. Haal uit. Oh, doelman. Goeie redding daar. Nou zien we hier Gods. Ja, wie liep daar voor hem? Dat was Eriksen. En in plaats van dat hij diep de ruimte inloop, ging hij compleet verkeerd de vleugel op. Dan is hier nu een countertje voor Heerenveen. Mijn vleugelverdediging is iedere keer verdwenen. En dan moeten mijn centrumspelers naar die vleugels toe ontstaan. Er gaat in het midden. Maar hier ontsnappen we nog aan wat pech, aan wat ongeluk. Nou... Kunnen we de boel omdraaien? Eriksen besluit weer eens te gaan werkweigeren. Loop nou in, gek! Jongen. Wat duurde het allemaal lang. Ja, niet dat die voorzet ook maar tot iets uitlopen. Oké, hier. Balletje naar Brobby. In één keer door. Traoré. Schiet de gek! Oh! Nou. Komt Heerenveen weer. Voorzetje, schot. Pas weer. Werkt het al even weg, mensen. Jongens, wat is dit van verd... En we gaan nog moeten sleutelen in de winterstop. Dit gaat helemaal nergens over. Dit gaat echt helemaal nergens over. Wat gebeurt er nou? Hoeveel pech hebben we? Hier, pas weer... Oh, zo zonde voor hem. Hij heeft dat eerste schot gewoon echt goed te pakken. Goeie redding. En dan valt hij alsnog gewoon in de voeten van diezelfde aanvaller die dan gewoon vrij inschieten heeft. Oké, balletje naar Traoré. Even niet zoveel sprinten. Misschien moet ik dat ook gewoon eens wat minder doen. Balletje naar Gods. En dan schiet je zo. Na twee wissels aan mijn kant. Brobby eraf voor Weghorst. Telen eraf voor Van de Bomen. Oké, misschien nu dan. Balletje. Weghorst. Haal maar uit, jongen. Oh, geen slecht schot. Corner. Ja, corner. Nou, hier is... Nee! Dit slaat onder. Ik zit tussen de schot en het doel. Maar via de verdediger. Ja, belandt hier alsnog in. Ai. Heerenveen speelt ons de keihard af. En we gaan met 3-0... Ten onder in Friesland. Oh, dit is zwaar. Dit is zo kut. Maat, wat zijn we aan het doen? Zit hier alsjeblieft tussen. Ja, dan kunnen we counteren en dan ga je affluiten. Natuurlijk doet hij dat dan. Ah, dit is echt de grootste domper tot nu toe die ik heb geleden in deze carrière, maar denk ik wel. 3-0 verliezen van Heerenveen. En we zakken verder in de ranglijst. Kan niet anders. Poh, wat enorm zuur. Nou, na dat verlies valt de schade nog mee wat betreft de positie op de ranglijst. Nog vierde staan we, 1 puntje achter AZ. Maar het puntenverschil met Feyenoord daar op plek 1 begint wel groot te worden. 9 punten verschil. We moeten echt meer gaan winnen. We moeten echt meer punten gaan pakken. En we moeten, ja, ik weet ik veel wat we moeten. We moeten gewoon beter spelen. Nou. Nu zien we Groningen op het programma staan. Dat is een bekerwedstrijd. En die bewaren we voor de volgende aflevering. Dan gaan we ook jeugd promoveren.
En een van de jeugdspelers ga ik hernoemen naar een van jullie kijkers. Ik heb al een naam gekozen van toen ik erom vroeg. Dus komt goed. Jullie gaan zien wie dat gaat worden in de volgende aflevering. Mocht je daar zin in hebben en mocht je dit leuk hebben gevonden, klik dan op het duimpje omhoog. Ben je nieuw? Wil je meer zien? Abonneer dan ook eventjes en zet de notificaties aan. Mis je geen enkele activiteit op dit kanaal. Ik bedank jullie voor het kijken en hopelijk gaan we winnen de volgende aflevering. Tot dan, tot de volgende. Ciao.